Nou zeg, ik heb vandaag een heerlijk chocomelletje. Dus eigenlijk een chocoladetheeleut. Nee, een chocoladeleut eigenlijk vandaag. Maar ja, als ik niet zeg dat hij geen chocolademelk in zit, dan weten jullie ook niet dat. Dan weten jullie ook niet dat het chocola zit natuurlijk. Dames en heren, hartelijk welkom bij Theeleuten met Vincent. Het wordt eigenlijk voor mij een chaotische week. En bij een chaotische week moet ik gelijk denken aan... chaotisch. Oh, die chocomel, ik vind dat heerlijk als er een laagje... Of die thee, die is lekker als er een laagje slagroom over zit, vind ik heerlijk. Het wordt een chaotische week, want ik ga namelijk zaterdag, aankomende zaterdag ga ik weg voor een paar dagen. Ik ben serieus gewoon een dag of vier gewoon weg. Dus jullie moeten hem gewoon gaan missen, dames en heren. Het hele weekend ben ik weg. En waar ga ik heen? Er is iets wat heel veel mensen weten en er is iets wat heel veel mensen niet weten. En dat is dat ik heerlijk op een zaterdag naar Pinkpop gaat. Het grootste, nou niet het grootste festival, maar wel een van de grootste festivalen van Nederland. Natuurlijk met Graspop en denk aan al die pops. Bospop, hè? Zo kan je er nog een paar noemen. Noem maar onder in de comments. Ik vind het leuk als jullie veel kennis hebben van festivals. Gratis festivals, Metropolis in Rotterdam, Baruch Open Air, noem maar op. Maar, ik ga dus naar Pinkpop. En wat komt er op Pinkpop? Ik pak de site erbij, want uit mijn hoofd weet ik natuurlijk de Rolling Stones komen op zaterdag. Die ga ik zien. Ik ga voor het eerst Metallica zien. Metallica! Yes! Ik luister het al heel wat jaren. En Metallica blijft goed. Ja, Kill 'Em All, prachtig album. Master of Puppets natuurlijk, Ride the Lightning. Zelfs Dead Magnetic vind ik een best wel sterk album. Even kijken hoor. Ik vind dan bijvoorbeeld Justice for All en... Sint Anger vind ik altijd wel een beetje, of Sint Anger, vind ik wel een beetje de minste albums. Maar we gaan het niet alleen over Metallica hebben deze keer, we gaan het echt hebben over Pinkpop. Ik ga even de website erbij halen om te kijken wat er allemaal is. Programma, nou programma is natuurlijk, Rolling Stones is natuurlijk zaterdag wordt gewoon de drukste dag. De Arctic Monkeys komen, ik zie de editors John Mayer, Arcade Fire, Stromae, Papa Oete, Oete, Papa Oete. Avenged Sevenfold. De Cooks. Ed Sheeran. Nou, daar gaat Gio heel graag naartoe. Want Rovi, Gio, Erik. Die komen ook allemaal. Behalve Rovi en Gio. Die gaan op één dag samen. Als Ed Sheeran komt op zondag. Maar ik ben gewoon met Erik samen de volle vier of drie dagen. Het zijn drie dagen van zaterdag, zondag, maandag. Jake Burcom, Bastille, Flogging Molly. Die is ook heel leuk. Beetje punk geloof ik. Rob Zombie komt. Ook wel grappig. Ik zie hier Heim. Sommige ken ik ook niet hoor. Epica. Dat is wel een bekende misschien voor mensen. Ghost. Ziet er ook wel heel gaaf uit. Ziet er een beetje uit als dead metal. Ik weet het niet eigenlijk. Ziet er wel heel gaaf uit. En zo komen er nog 70 kraantje papi. Nou, die sla ik over als ik het niet erg vind. Op een maandag. Ik heb niks met rap. Echt waar, ik heb niks met rap. Het is niet omdat ik van rock en metal hou, maar... de jeugdvertegenwoordigers zijn vet. Gorilla's kan je niet zien als rap. Een beetje wel, een beetje punk, pop, rock, denk ik een beetje. Maar ook een beetje rap. Maar dat is bijzondere rap. Dat gaat niet alleen maar over vrouwen, seks en geweld. Dat gaat over rare dingen, soms. Net als de jeugdvertegenwoordiger. Ik moet zeggen dat gaat vaak over seks en gekke drugs en weet ik het allemaal niet. Maar op een hele bijzondere manier. Ik vind de jeugdvertegenwoordiger geweldig. Ja, dat is gewoon zo. Ik heb ook een hele aparte smaak van muziek eigenlijk. Even kijken. Ja, het Slayer vind ik ook gaaf. Had ik niet verwacht van mij? Ja, ik vind Slayer vet. Ik heb heel veel bandshirts. Maar ik ga dus naar Pinkpop en dat is fantastisch, want Pinkpop is gewoon... ik denk dat dat een beleving wordt. Ik heb één keer op een festival geweest, of één keer. Ik ben bijna elk jaar en dan ga ik naar Metropolis en Baruch Open Air. Rotterdam is gratis. Festival, ook fantastisch. Maar dan ga ik meer voor de sfeer, dan ga ik niet echt voor de muziek. En we zijn toen naar Bospop gegaan in 2011. Toen kwam Ringo Starr, Roger Hodgson, Mr. Mister, al die gasten. Hele leuke Anouk. Wij zijn weggegaan toen Anouk ging optreden, want het klonk nergens naar. Haar oude nummers zijn veel leuker trouwens dan de nieuwe.
Maar Bospop was toen een hele leuke ervaring. Daar zijn we geweest. En nu dus Pinkpop. 3 dagen. En wie zou ik nou niet zijn als ik deze camera nou gewoon niet meeneem? Ik ga deze camera meenemen naar Pinkpop. En dan gaan jullie gewoon kijken. S'avonds hoe ik ga filmen bij Roey. En dan ga ik gewoon de dag bespreken hoe het was. Wat ik heb gezien. Dat komt allemaal op YouTube. Hou mijn kanaal in de gaten. Vergeet niet te abonneren. En zien we volgende week. Volgende week weet ik niet of je me gaat zien. Volgende week niet, geen theeleut, denk ik. Volgende week geen theeleut. Helaas. Jullie moeten het zonder doen zonder theeleut. Tot volgende keer. Doei doei.